whispers over her. This is a club with silence. So I'm gonna talk in Dutch in 3, 2, 1. Hallo allemaal. This is a collaboration with Sanne. This is a Nederlandse ASMR video. Nou, ik doe aan het tappen. Normaal gesproken maak ik natuurlijk Engelse video's. En natuurlijk ook Nederlandse video's. Op mijn kanaal. Een beetje verschillende video's. Maar in dit geval vind ik het ook leuk om te tappen. Tikken. Voor de tintelingen. En ik heb het kanaal van Sanne bekeken. Het is best wel leuk. Samenwerk. Ik zal jullie vertellen wat ik vandaag heb gedaan. Vandaag ben ik op zoek naar een stage. Ik heb verschillende vandaag uit eten geweest. En wat ik vandaag heb gegeten is een lamsburger. En dat is best wel te doen. Het was niet super, want ik dacht dat het lekker zou zijn. Maar het viel wel mee. Nou, wat doe ik eigenlijk in mijn dagelijkse leven? Ja, ik werk en ik studeer. Sommige mensen houden van fast-tapping. Sommige houden weer van langzaam en veel gefluister. De mensen natuurlijk relax vinden om tot ontspanning te komen. En weer mensen houden van lekker close-up. Het is maar net waar je van houdt. Er bestaan heel veel verschillende soorten ASMR. Sommige mensen houden weer van eetgeluiden. En ik heb bijvoorbeeld best wel veel volgers die houden van eetgeluiden. Want daarom maak ik best wel veel eetvideo's. En op zich heb ik best wel video's staan van roleplays. Dat vind ik vooral best wel interessant. Om te kijken bij andere mensen roleplays. Rollenspellen. Ik doe net alsof je een tandarts bent. Maar je bent geen tandarts. Nee. Of je bent een arts, maar je bent ook weer een arts. Je bent weer een verkoper. Ik ben geen verkoper, maar in het dagelijks leven ben ik wel een verkoper. Dus ja, om even een roleplay te doen, een rollenspel, is dat wel grappig soms. Dan doe je eigenlijk jezelf.